Hey Wietse, kom jij wel eens in een hotel dat eruit ziet zoals dit? Ja, maar dat is vaak aan de andere kant van de wereld. Ja, dat ticket 10 uur vliegen, dat hoeft niet meer. Ik kan gewoon hier naar Amsterdam. Dat hoeft zeker niet. En het is duurzaam, hè? Hey. Ja, ik hoef niet te vliegen. En ik heb hetzelfde gevoel bijna hier in Nederland. Nou, ja, nou, dat is toch geweldig. 2 vliegen in 1 klap. Wat heb jij meegenomen? Want ik zie een rood wijntje staan. Ja, ik heb... ik denk wel erg veel aan jou, hoor. Want het, Spanje-fan. Rood houdt hij van. Ik ga hem verrassen. Maar als ik Spanje zeg, hè, Carlijn, waar denk jij dan aan? Nou, Campo Viejo vind ik heel bekend. Riojas. Riojas, maar Campo Viejo is een Rioja. Ja, Ribera del Duero. Nou, dat kennen we allemaal. Ja. Maar wat we niet kennen, en dat houden de Spanjaarden... Ja, jij kent de Spanjaarden, die houden het liefste voor zichzelf. Dat is Bobal. Bobal, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, die druivensoort, die Bobal, dat is een inheemse druivensoort. Wat je zou zeggen van, dat kan niet, maar dat wil hij wel. Hij wil heel kort gesnoeid worden, dus die druiven worden niet meer zoveel beschermd. In de zomer? Ja, door die bladeren worden ze niet beschermd, maar ze vinden het heerlijk. Ze kunnen alleen niet tegen meeldauw, ze kunnen niet tegen botrytis. En welke streek van Spanje? La Mancha, Manchuela. Nou, bloedheet. Bloedheet, maar hij kan niet tegen... meeldauw en hij kan niet tegen botrytis. Dus nou, hij dat heeft komt daar niet voor, hoor. Omdat hij 700 meter hoogte, dus 's nachts goede ventilatie, koelt het goed af en overdag lekker fikken. Ja. En wat hij nou krijgt, is een heel eigenwijze wijnmaker. 2005 is hij begonnen, Juan Antonio Ponche. Biologisch doet hij. En dan maakt hij een ongefilterde, ongeklaarde Bobal. Dus biologische wijn? Ja, Nederlands kennen het niet, hoor, Bobal. Maar Bobal, Spanjaar... nee, maar ik ken het. Maar weet je wat het krijgt? Fluweelzacht. Geen harde tannines. Vriendelijk voor zo. Ik heb een beetje gekoeld. Kan ook wel in die hete tuin hier. Mm. En voor ik het vergeet te zeggen, die stokken. Weet je hoe oud die stokken zijn? Die palmen zijn hier heel oud. Weet je hoe oud die stokken zijn? Nee. 90 jaar oud. Nou, wijnstokken van 90 jaar dan oud. Dan toosten we op de tuin en op de stokken. En op de stilte. Ik vind het echt een mooi hotel. Maar ja, door die lockdown is het lekker stil. Dus het was heerlijk. Nou, ik ga even van mijn wijn genieten.